Nou, ik denk dat jongeren op 18 net zo productief en net zo waardevol zijn als de paar leeftijden daarboven. Het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een subsidie, deels voor het bedrijfsleven. Ik verdien 4,53 euro per uur. En dat is bruto. Dus daar gaan ook nog belastingen en zo vanaf. En dat vind ik erg weinig. Echte banen, zekerheid, goed inkomen. Normaal contract en ook voldoende collega's om je werk te kunnen doen. Dat is een agenda die breed wordt ondersteund. En Jonge United laat ook zien met een hele jonge groep nieuwe FNV'ers dat we het verschil kunnen maken zolang we maar die macht hebben en dat we ook sterker worden en groter worden. Dus dat er geen enkele reden is om dat goedkoper te maken voor de werkgever en dat dat een oneigenlijke subsidie is voor werkgevers waar ze helemaal aan verslaafd geraakt zijn de afgelopen 20, 25 jaar. Ja, zeker. Helemaal omdat je vanaf je 18e gewoon alles moet betalen. Is het wel gewoon zo eerlijk als je gewoon een volwaardig loon krijgt en gewoon je ding kan doen. Dus uiteindelijk, wat ooit bedacht is, omdat mensen dachten dat het goed was, is uiteindelijk verworden tot een systeem waar iedereen last van heeft, ook werkgevers zelf.